Hallo allemaal, dit is Kast 2001 met een nieuwe video. Hallo allemaal, Kast 2001 met een nieuwe video. Vandaag zijn we weer eens op de RTV voor de donderdagavondcompetitie. Het is een lange tijd geleden dat ik weer eens zo'n video heb gemaakt. Als ik dan wel naar de donderdagavond kon komen, had ik het weer druk met school. En als ik weer niet naar de donderdagavond kon komen, kon ik weer wel een filmpje maken. Maar was ik bijvoorbeeld in het Westland. Maar goed, we zijn er nu eindelijk. Het is wel weer een weekje geleden dat de wedstrijd was. Maar goed, je kan er hopelijk toch nog wel van genieten. Veel kijkplezier. Frank reed vandaag ook mee. Hij startte natuurlijk bij de A-categorie. En verder deden er ook nog heel wat nieuwelingen mee. Zoals bijvoorbeeld Igor Baars en Etienne van Poeken. En ook Gabriel Melging was er. Met hem heb ik voorafgaand aan de donderdagavond een video opgenomen. Die je via de link in de beschrijving op zijn kanaal kan bekijken. Dan rond half koers probeer ik samen met Etienne van Poeken een gat te slaan ten opzichte van het peloton. Dat lukt ook best goed. Etienne pakt de worstensprint mee. We blijven wat vooruit, maar dan beginnen toch de twijfels te komen. Moeten we hier wel vol onze energie in gaan steken? Gaan we het halen? De kans was heel klein natuurlijk en dus werden we eigenlijk alweer vrij snel ingelopen. Dan zitten we inmiddels op een kwartiertje van het einde van de koers en zien we hier links in beeld de aanval van Igor Baars. En hij lijkt dan toch al heel snel een mooi gat te slaan. Het valt een beetje stil, wat mannen springen er naartoe. En als de A-categorie ons dan inhaalt, zijn er nog een paar die erbij komen. En op die manier vormt zich een sterke kopgroep van 5 man. Hans Weijers, Niels Opdam, Wim van der Plas, Alfred Robijn en natuurlijk Igor Baars. Zij gaan het uitmaken voor de overwinning. De koplopers krijgen hier de bel voor de laatste ronde. En dan zien we het peloton daar al komen. Het was zo'n mooie grote voorsprong, maar ze vallen ineens helemaal stil. Mark Moraal doet nog een flinke kopbeurt en ik zit dan in zijn wiel. En als hij mij dan laat overnemen, kan ik in één keer de overstap maken naar de koplopers. En maak ik ineens weer volop kans om de donderdagavond te winnen. Hans Weijers is dan inmiddels weer weggereden en dus mag het tempo hier niet meer zakken in de laatste 500 meter. En daar hebben we dan gelukkig Etienne nog. Hij houdt het tempo in de kopgroep hoog, maar trapt iets te veel door in deze bocht, waardoor die hero met zijn klikker tegen de grond aankomt. Maar dit opent wel voor mij de weg om hier mijn sprint te openen. Daar in de verte zie je Hans Weijers rijden. Die zie je heel snel dichterbij komen. En dan lijkt het hier toch wel heel erg goed te gaan. Ga ik dan hier de donderdagavond winnen? Het antwoord is jawel. Ik heb een hele grote voorsprong van 2 seconden op Hans Weijers. Hij wordt tweede en Niels Opdam wordt derde. Kijken we hier nog eventjes naar de gehele uitslag. En dan kan ik jullie ook nog even mededelen dat de snelste raceronde ook nog eens op mijn naam stond. 46,4 km per uur. Natuurlijk in de laatste ronde behaald. Kijken we nog even bij de sprint van de A-categorie. Zien we dat Mark Stoute de snelste was. En hij finished als eerste voor Bart van Ruiten en Robin Hoekstra. En Frankie, hij werd 11e. Dit was deze video alweer over de donderdagavond. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken en graag tot de volgende keer. Joejoe!